Klimaattop. We willen schone energie en dat willen we uit de buurt. Dus we hebben alle scholen hebben we zonnepanelen kunnen geven in de Kastricum. Dat zijn er 14. Dus dat is hartstikke mooi. En we gaan met elkaar één grote zonnecentrale bouwen. Ja, men schrok zich rot. We dachten, is het onder subsidie? We zeiden nee, we willen geen subsidie. En toen was er toch iemand die had ergens subsidie gevonden van 500 euro. Nee, we willen geen subsidie. Ik leg bijvoorbeeld hele daken vol met zonnepanelen, voor mijn werk, wat dan ook. Waar ik echt blij van werd, was dat mijn eigen school, waar mijn kinderen op zitten, gewoon 18 zonnepanelen had. Ja, dat vond ik prachtig. We hebben het grootste rad van Nederland en daarmee zijn we ook de grootste raddraaier van Nederland. Dit is vroeger een graanmolen geweest, lijnoliemolen en ook een tijdlange functie van volmolen. Maar op dit moment wekken we met deze molen groene elektriciteit op. En wij produceren voor ongeveer 20 huishoudens elektriciteit. Wij hebben 13 jaar geleden deze molen gekocht. En van begin af aan wilde ik iets met dat water doen. Ik kon niet toezien dat dat water zomaar onder mijn huis wegstroomde. Dus mijn passie, mijn idee was om iets met die energie te doen. En ik heb er dus een waterkrachtcentrale van gemaakt. Het streven is zoveel mogelijk inwoners uit Magiega te voorzien van duurzame energie en CO2-gecompenseerd gas. We hebben een overeenkomst gesloten met GreenChoice. En de winst die GreenChoice maakt op de geleverde energie, die vloeit terug naar de coöperatie. En dat geld kunnen wij dan investeren in doelen hier in het dorp. Voor deze molen ligt er ook nog een plan. We willen kijken of het mogelijk is om een dynamo te koppelen aan de molen, zodat hij zijn eigen stroom opwekt. Nou, Zeewind heeft als coöperatie inmiddels 1600 leden, dus heeft een flinke groei doorgemaakt. En heeft diverse windparken ontwikkeld, wat heeft geresulteerd in 35 turbines, nu verspreid over heel Zeeland. Waarvan een groot aantal in eigen beheer en een aantal in samenwerking met andere partijen. Door de Zeeuwen en voor de Zeeuwen. De coöperatie is een bewuste keuze. Dat betekent dat je het samen doet, samen je schouders onderzet. Niet met een commercieel oogmerk, maar samen werken aan het doel, het ontwikkelen van duurzame energie.